We staan hier bij de eerste 25 meter van de nieuwe installatie. 5 stations, 3 robots. Het is bijna week 42, wat voor ons in de prichtgroep een hele belangrijke deadline is. Om fase 1 af te sluiten en een begin te maken aan fase 2, de volgende 25 meter die we zullen opbouwen. Om fase 1 tot een succes te brengen, komen verschillende aspecten van het project bij elkaar. We staan hier bij een van de meest geavanceerde lasmallen die we op dit moment hebben. We hebben met deze lasmal een hele hoge standaard van techniek proberen te bereiken, zodat we het optimale eruit kunnen halen. En uiteindelijk zullen een aantal oude mallen conform deze standaard geüpgrade worden. Uiteindelijk moeten de veiligheidsprocedures van de nieuwe installatie functioneren, zodat veilig met de installatie gewerkt kan worden. We zijn bezig om de softwareapplicaties te implementeren, tezamen met een aantal integraties tussen de diverse systemen. Uiteindelijk zal een deel van de oude installaties de laatste producten produceren. En vervolgens gedemonteerd worden om ruimte te maken voor de nieuwe installatie. Het is een hele uitdagende opgave om dit allemaal op tijd en goed voor elkaar te krijgen. Maar ik heb er vertrouwen in dat de projectgroep dit tot een succes zal brengen.